Ja, dan doe je nog een. Ja! Dus breng uit Soes. Dus breng uit Pingus. We don't need no topic. We write verses and then we drop it. We don't play no games, we clock it. Play it, don't stop it, or staan op it. We don't need no topic. We write verses and then we drop it. We don't play no games, we clock it. Play it, don't stop it, or staan op it. Ouwe is een broer vlak, dus die zie vlak voor je oor. Iabom review, ons gaat het zijn die vat die die creative process van die Iabom. Wie maak je beats op het Iabom? Wie krijg je aardig op het Iabom? En wie beats op het Iabom? Of course, ouwe, je broer vlak, dus vlak voor je oor. Ashmerik aan de beat. Ja, dat is. Zo ouwe, die man op die beats. Die man op die beats, die man op die beats. Mister S, met ik strijd het die piwi, strijd het die perel. Ik heb die man kom meet, door die Broederbond Movement. Daar is wat ons relations op gebouwd, en standing gebouwd. En music gezet, most of all. Ik heb die man zijn beats gehoord, ja, wat moet je zeggen, mezelf. Nou, ik moet een EP doen met die man, van ik was basically known voor mijn EP's. Die was mijn music kind, weet nee. Ik hou van mijn different producers weg. Mannen zoals, die zijn gakje op die eerste hardcover. Kijwanne, op stiek uit fris. Vijf beats is die, ik heb een week op mijn vijf beats gebrainst om op mijn vijf beats. Met nog een paar beats is die, ik heb een week op die beats. Maar nu denk ik van mezelf, mijn EP is hier genoeg. Tiende project, en dat is mijn tiende jaar wat die music doen. Ik ga een keer groot, ik maak een keer jouw album. Die artwork was gedaan door LSP. Lelani Solomon is een graphic designer achter die artwork. Ze heeft mijn artwork gedaan, ze heeft mijn vision gevat en binnen die artwork gezet. En het came to life me zo te zien, die product wat ze nou zien. Ze hebben bij een goede quality industry standard. Het is opgedoen en ja, dat is dope. Net zoals in music, net zoals in content, dat is het dope. Mijn vision was geweest, het moet niet zien fit van die jaren vlak voor je oor. Zo mijn vision was geweest, het moet visible is, ik moet visible is, maar ze kan ook keer eerder voor mij zien. Zo is vlak voor je oor, maar ze kan ook keer eerder voor mij zien. Ja, als een variety van features nogal op die album. Dat is basically mensen wat ik like, mensen zijn music wat ik luister, mensen wat ik respect, mensen wat ik understanding mee heb. En ik denk dat is most important dat ze music maken van, het moet ook kennis, maar dat moet niet nog tensen of te veel ego of bravade is dat ze music maken. Zo, ouwe, dat is maar niet mijn feeling in. Ja, die mensen wat ik ga zoeken is like alle top lyricists. Hij is één ding wat ik kan zeggen is alle top lyricists hier in de Kaap. En ouwe, is mijn favorite. Ouwe, hij is die moe. Oké, zo als mannen zoals Imi van die Tiaf, Kei Rijn, Melky, Nudi, Zazi, MC Koen, Oerkan, Meidze Woens. Mr. DIY, Mr. DIY, een paar katsen gezet, daar is een paar supporters ook. Zijbi van Loving the City is ook op. Zo, ouwe, is een nice bunch van talent wat op het album is. En het was een privilege om te werken met hulle. En ik was dankbaar voor hulle energie en hulle tijd wat hulle ingezet het op het album. Zo, so, die naam vlak voor je oor. Wat het hij geïnspire? Ik heb hier naar iets gezocht, ik kan niet dingen gekregen wat ik gezocht heb. Toen kom maar persoon, dan krijg je die persoon die ding wat ik gezocht heb. Toen zei die persoon. Mijn broer, die dingen zie je altijd vlak voor je oor. Toen gaat hij een lightbulb achter mijn kop. Like, tjoef, vlak voor je oor. Zeg ik, joh, hij is met zijn dope naam voor een project, man. Zoals in die updates, follow die up and close. Samen met vlaktes page, follow die slanke productions page. We zitten slanke productions WhatsApp groep op. Waar als exclusive music, geen content, we need music, we content, updates. Waar is ons niks, waar perform ons niks. Awe, follow die move, follow die vlaktes, follow die vlak voor je oor. Is die journey, is die album. For my sisters, I would good. For the support, for the get. I represent no man.